De familie Chotekan is vanmorgen ernstig verrast door inbraak in hun woning. De dieven die hebben de woning letterlijk overhoop gehaald op zoek naar alle kostbare spullen. Ze zijn ervan doorgegaan. Wat mevrouw Madewi Chotekan tot nu toe heeft kunnen opmaken is met een dure laptop, een mobiele telefoon en ook nog oorbellen, gouden oorbellen en nog wat andere zaken. Maar exact met hoeveel andere spullen zij er vandoor zijn gegaan, dat kan mevrouw Madewi nog niet precies doorgeven. Omdat we nu rond 12:15 middag zijn wanneer we de beelden maken. En de politie die er vanaf 10:00 morgens, de politie van Post Geersvliet, die er vanaf 10:00 morgens gebeld is geworden, die is er nog steeds niet komen opdagen. Waardoor de familie dus bang is nog op te ruimen om zo te weten waarmee ze er precies allemaal vandoor zijn gegaan. De heer des huizes, de heer Chotekan, die hoopt er dat de Safe City camera die verder op de weg, die in de weg is geplaatst, dat toch voor wat klaarheid mag brengen in deze zaak. We zijn er hier in de cultuurtuinland en zo is dan dit dan gebeurt vandaag bij de familie Chotekan. Ik was aan het werk en ik werd gebeld door mijn man rond 9:45. Hij kwam thuis en toen belde hij me. Toen zei hij me, kom thuis, huis is ondersteboven. Toen heb ik niemand gemeld. Ik ben gelijk thuis aangekomen en toen heb ik gezien dat er alles ondersteboven is in dat huis. Ja. En hoe heeft men zich toegang, want jullie waren niemand was thuis? Ja, sorry hoor, we waren niet thuis. We hebben toegang verleend via het achterpoort, via de schuifraam. Ja. Zijn ze naar binnen gekomen. Ze hebben daar geforceerd. Ze hebben daar geforceerd om binnen te komen, ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En waarmee zijn ze er vandoor gegaan? Zo, tot nu toe heb ik gezien, ik had een laptop voor mijn oudste dochter. Dat was gewoon een nieuwe laptop wat ik gehaald had voor haar bij Smart Connection. Ze heeft nog nooit ermee gewerkt. Voor school had ze die nodig. Ze zijn daarmee weggegaan. Een zaktelefoon van mijn jongste dochter. Nog een Lenovo Tab had ik. En gouden oorbellen hebben ze meegenomen. En dan moet ik nog even verder kijken wat ze allemaal mee hebben genomen. Ja. Vanaf hoe laat heeft u de politie gebeld? Ik heb politie gebeld rond 10:00. Wij zijn van resort Gerrisvliet en de agenten hebben gezegd, ze hebben die melding doorgegeven, ze gaan komen. Ik heb weer 10:30 gebeld, weer 10:45. Ze hebben gezegd, ik moet rustig afwachten. Ze gaan komen en nu is het rond 12:55 nu en ze zijn er nog steeds niet. Ik heb ze nog steeds niet gezien. Ja. Maar wanneer u ze belt, wat zeggen ze? De melding is binnen? De melding is, ja, ze zeggen. Dat is het enige wat ze zeggen? Het enige dat de melding binnen is en dat we rustig moeten wachten. Ze hebben ook andere dingen om te behandelen. Maar we zien dat de huizen hier wat dicht op elkaar zijn. Ja. De buren hebben niets gezien. Mijn moeder woont vlak naast mij, dus ik heb haar gevraagd en ze was wel in de ochtend thuis, maar ze zegt ze heeft niks gehoord, niks gezien. Ja. Ja. Maar hoe is de omgeving over het algemeen? Is het rustig, veilig hier? Ja, het is een heel veilige, rustige omgeving hier zo. Dit is de eerste keer dat we dit hebben meegemaakt hier zo. En u bent dus vrij verrast hierdoor? Vrij verrast, ja, hierdoor, ja. En u hebt me net de voetsporen gewezen? Ja, van achteren, ja. Ja. Hoe zijn ze dus van achteren gekomen? Via uw schutting? Via die schutting zijn ze naar binnen gekomen, ja. 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 En wat vermoedt u dat dit werk is van één persoon, meerdere personen? Ik denk dat dit gewoon een dat iemand die gewoon alles weet over ons dit heeft gedaan. Dat heeft u vermoedens? Ja, dat is mijn vermoeden. Ja. Iemand die weet, oké, deze mensen gaan 's morgens weg en dan komen ze weer zo'n tijd thuis. Dus dan hebben ze tussen 8 en 9 gedaan. Ja. Ja. En u mag nog niet opruimen, want de politie is er nog niet geweest. Nee, dus vandaar, ik kan nog niks opruimen, nog niks aanraken, ik heb nog niks kunnen doen. Ja, ja, ik moet nog op de politie zitten wachten. Ja. En dat is lastig, dat u zoveel uren al op de politie zit te wachten. Ja, dat is heel erg vervelend. Het is vaak ook voorgekomen dat als je de politie hier van resort Gerrisvliet belt, als ze die melding horen, dan komen ze gewoon niet.
Ja, dat heb ik wel vaak meegemaakt. Een beetje gewandeld, ja. De dieven hebben een beetje gewandeld in uw woning. Gaat u wat versteviging moeten aanbrengen, wat zaken nu? Precies, ja. Ik moet achterin proberen nu te beveiligen met rondijzer of zo. Want anders gaan ze weer proberen, want ze zijn al een keertje komen kijken. Ze hebben wat spullen meegenomen, dus ze gaan weer voor de tweede keer willen proberen om binnen te stappen. Om nog met meer spullen vandoor te gaan. Ja. U hebt dus, u zegt, u hebt een beeld om en bij waarmee ze er vandoor zijn gegaan. Maar precies weet u nog niet, pas als alles is opgeruimd, gaat u kunnen zien wat er nog mist. Precies, ja, dat is het toch. Want ik ben nu helemaal in de war. Dus als ik nu één voor één die dingen ga kijken, dan moet ik gaan kijken wat er is en wat er niet meer is. Maar welk gevoel gaat u in u om wanneer u kijkt dat uw huis zo ondersteboven is gehaald? Zo, ik ben helemaal kapot van dit alles. Je verdient al zo weinig, je werkt al zo hard. En dan kom je nog dit mee te maken. Dus het is heel erg hard voor mij. Ja. Ja. Dus jullie blijven dan nog rustig op de politie wachten? Even nog rustig op de politie zitten afwachten. Dan gaat u weer bellen als ze niet komen? Ik ga weer proberen en dan gaan ze mij weer zeggen, ik moet rustig afwachten. Ja. 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 Uw echtgenoot, die wil niet in beeld, is ook te begrijpen. En hij sprak over camerabeelden. Er zijn camerabeelden hier van wie? Ja, camerabeelden van Telesur. En we, kom. Ja, er zijn achterin zijn er camerabeelden van Telesur. Dus als de politie komt en als een politie dat rapport maakt, dan kunnen we wel met die camerabeelden kijken eigenlijk weer allemaal binnen is gekomen en hoe en wat. Ja, dan kunnen we zo ook een beetje geholpen worden. Kijk, alleen als we die spullen terug kunnen krijgen. De laptop, wat mijn dochter heeft dat nodig voor de school. En ik ga nu geen laptop meer kunnen aanschaffen. Ik heb het met heel moeite kunnen aanschaffen. Dus het gaat me niet voor de tweede keer lukken. En ze zijn ook met een zaktelefoon van mijn jongste dochter weggegaan. En toch tablet en nog gouden oorbellen van dat kind. Dus dit alles heb ik nu kwijt. Ik ga ze echt niet meer kunnen kopen meer. Ja. En zo te zien hebben ze hun tijd genomen. Hè? Want ik zie lades zijn opengehaald. Ze zijn in alle kamers geweest. Precies, ze hebben echt hun tijd genomen om alles open te gooien. Echt allemaal. En ik weet niet wat ze zoeken. Geld? Sieraden? Dat gaan ze niet kunnen krijgen. Ik heb geen geld, ik heb geen sieraden. Van waar gaan ze dat krijgen? Hoe laat zijn jullie allemaal vertrokken uit huis? Hoe laat was dat? Ik was rond 7 uur vertrokken. Mm-hmm. En mijn man rond 7:15. Tussen 7:15 en 8:30. Ja, dus laat ik zeggen vanaf 7:30 tot 10:00. Ja. Toen die man weer thuis kwam. Of ja. Voor tienen. Ja, dus in 2 uren tijd hebben ze het huis overhoop gehaald. Ja, dat denk ik, ja.